Ja, een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag zondag 13 oktober. Het is nu 11:20 uur. Niet uit mijn hoofd, maar ik zie het op een klokje in de auto, zoals jullie zien. En wij gaan vandaag op weg naar mijn moeder en naar mijn oom en tante. Alleen mama die weet het niet en dat we komen. Het is een verrassing. Dus we nemen jullie mee in onze reis naar Den Helder toe. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier gewenst en ook naar mijn zoon. Nee, en daar staan we dan. En nee, en niet met pech. Nee? Nee. Nee, we hebben pech, want we kunnen niet verder. Nee hoor, mensen, en we hebben geen pech. Nee. Het is alleen een beetje druk. Ja. Niet zo heel veel, denk ik, maar. Ja, en ook dit moet gebeuren. Bandjes op pompen. Bandjes op pompen. Kijk. Zo, we zijn dan dus al Schiphol voorbij. Ja, ja, ja. Maar wat komt daar mooi aan vliegen, mensen? Kijk, 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 kijk. Landingsgestel, die gaat al uit. Ik moest even zoeken waar die is. Ja. Ja, en dan gaan we weer helemaal richting Alkmaar. We zitten op de A9. Huh? Ja, is toch handig, die auto. Richting Haarlem. Kijk. En dan komt er nog een aan. Ik weet niet of jullie die zien. Ja, handig. Vastpakken gaat niet. Nee. Maar ja, ik weet wat ik doe. Nou ja, weet. Maar we gaan eerst eens even naar mijn oom en tante. Daar ga ik niet vloggen. Nee. En daarna gaan we naar mijn moeder. Maar ze weet van helemaal van niks. Ik heb haar al wel gebeld, wakker gebeld. Dus nee, maar we gaan dus eerst even naar mijn oom en tante. En dan misschien nog even naar mijn oma. Even kijken. Maar het graf van mijn oma wordt nu al in de gaten gehouden. Dus dat heb ik ook alweer gevraagd. Dat is ook alweer geregeld. Ik krijg daar heus alweer fotootjes van. Dus dat komt ook wel weer goed. Bij de verkeerslichten ga je rechts over de brug heen. Ja, over deze blauwe bruggetje. Ja. Even kijken.
kijken of we bij de visafslag en anders elders. Even kijken, want ik heb genoeg parkeergelegenheden hoor, hier bij. En ik weet waar we kunnen parkeren, dus. Hoi meneer, ik ben aan het filmen, mag het? Ik ga hier zometeen weer naar links. Ja. Dan gaan we niet naar beneden. Dat gaan we niet. Ik blijf gewoon hier. De marine is ook thuis, zie ik. Ja, en de marine schepen die zijn thuis, ja. Oké, mensen, ik zie dus nu wat. Ik ga even een stukje naar beneden lopen. Oh, hier zat ik dus altijd. Ha. Lekker, op mijn oude stukje hier. Dit is dus een boreneiland. En dit is dus een... Zo dichtbij kun je komen, schat. Bore drilling. Het is gewoon een boreneiland, hoe schat dit? Ja, maar niet een operationeel station. Nee. Het is om te detecteren of waar het iets zit. Kijk, en dat is het leukste hier. Je kan lekker een beetje doorlopen. Kan je kijken hoe en hoe ze dus andere dingen aan het doen zijn hier. Hij zal me door gaan varen. Bats! Verder kan ik dus niet kijken. Nop. Verder kan ik dus niet kijken. Hi, boe. Maar hij zal me doorvaren, hè? Ja. En dan is je kader een beetje kapot. Even kijken. Blijf staan. En dan is er ook maar eigenlijk een heel klein poppetje. Kom maar. Hè? Huh? Wat? Weet ik niet. Denk het niet. Ja, ik krijg het koud. Ja, nou ja. Ik loop rood is ergens. Somebody weer achter mij. Maakt ook niet heel veel uit. Hè? Ik ben nog wel eventjes een deel alweer terug aan het lopen richting de auto, richting. Maar ik ga er nog niet op, nee. Even kijken bij de Tessels boot, even jullie een beetje laten zien hoe druk het kan wezen. Maar zo druk is het niet sowieso als ik het nu zie. Maar dat maakt niet uit. Maar er gaat weer genoeg op. Dus lekker genieten, even op dit moment. Ik vind het prima. Even kijken waar. Oh, daar. Ja, ik weet niet of jullie Ronen kunnen zien. Hij loopt. Daar. Achter deze auto hier. Ja. Ik ben al in principe nu bij de auto. Dus ik even een klein stukje verder. Even koeken. Maar er is toch weinig te zien. Zo druk is het nou niet, denk ik. Dus. Kijk, er komen allemaal auto's aan, daar ook.
hebben met de kip. Mochten jullie dit willen lezen, doe dan eventjes mijn film / vlog even op pauze. Dan kan je het goed lezen. Alvast bedankt voor de moeite. Dat gaat weg, want dat ziet er echt niet meer uit. Dus die pleuren we weg. Ik heb die net eventjes leeggemaakt. Die leeggemaakt, want die was... die gaan we even kijken wat we daarmee kunnen doen. Deze keer... Dus het lampje gaat weg, dus komt wel weer goed. Dit is mijn oma, mensen. Hier ligt ze. Yep. Ben ik daar ook weer even geweest? Ben jij los? Nee, jij staat. Dat is een beetje jammer dat jij vast staat. Dan zit dat ook vastgelijmd. Dat is vastgelijmd, want dit is vastgelijmd en die is vastgelijmd. En dat is ook wel logisch, want er wordt hier heel veel gestolen. Yep. Zo, we gaan weer. Ja, nou, we zijn dus ook al op bezoek geweest bij mijn oom en tante. En nu gaan we dus naar mijn moeder toe. Ja. Ja, rotonde. Die komt weer op. En we zitten even aan een lekkere eieren. Van de Jumbo. Nee, ik moet daar niet voor. Precies. Ja. Ah. Maar wel even lekker. Nou, we zijn dus nu bij mijn moeder. Kijk, hier en hier woont ze. Maar ze weet dus nog helemaal niks. Dat is het leukste. Ja, meneer. Het regent een beetje erg. Het regent. Ik ga mijn camera draaien. Hallo? Mogen we binnenkomen? Die had u niet verwacht? Jawel. Niet? Ja. Want? Omdat je zei van van naar beneden. Ja, gewoon een vraag. Misschien had ik al wel weer even gebeld. Doe die deur dicht. Ja, want ik zat lekker onder mijn pleed naar de televisie te kijken. Ja, kijk eens. Hij is een beetje nu nat, maar oké. Goed luck. Ja, en er staat ook een kaartje op. Een kaartje aan de andere kant. Die heeft hij nu vast. Kijk, je moet even omdraaien. Nee, even, juist. Nou zeg, hoe is dit dan? Nou. Ja, en daar zitten we dus alweer een tijdje. Yep. Wij maken het ook niet al te laat. Nee. Ik ga zo meteen wel even samen even met jou even naar de DK. Dat is gezellig. Is goed. Moet ook even langs de Rijn? Wat? Moet ook even langs de Rijn? Rijn. Hoe heet hij dan? Maas? Ja, Maas heet hij. Okay. Ja. Ja, kan. Straks. Kijk, en daar zit mijn mama. Die heeft vandaag nog niet gevlogd. Dus voor haar kijkers, sorry. Ja, geen zin in. Geen vlog voor. Geen tijd voor. U hebt bezoek gekregen. Onverwachts. Ja. Onverwachts bezoek. Ja, onverwachts bezoek en een pyjama-dag. Lekker, toch? Pyjama-party. Moet eens een keer kunnen. Ja. Avondkleding verplicht. Maar zo vaak heb ik dat niet, hoor. Nee, dat weet ik. I know. Het is hier zelfs. Ja. Maar is ook avondkleding, dan? Ja. Ja. Nou, maar dat heb ik dus gewoon elke zaterdag. En dan doet hij gewoon de honden. Oh, nou. Eigenlijk in principe standaard.
En dan blijf ik gewoon lekker lang in mijn nest meuren, want dan heb ik gewoon even mijn dag. Nou ja, dat was voor mij voor vandaag. Maar dat heb ik. Dat weet jij, dat heb ik bijna nooit. Ik ben altijd aangekleed, want je weet me nooit. Nee, klopt inderdaad, correct. Dus ja. Het is 5 uur net geweest, dus we blijven nog eventjes, een kwartiertje ongeveer, en dan gaan we... Ja, die klopt, die daar hangt, die is gek. Ja, I know, maar daar zeg ik al eventjes en tegen de kijkers, en we blijven ongeveer nog een kwartiertje, en dan gaan we eventjes naar de deken. Misschien nog even naar Maas, maar moet ik even kijken. Dus komt ook wel weer goed, maar we nemen jullie gewoon gezellig mee, maar dat weten jullie toch, ja. Ja, yeah! En we zijn er nog steeds. Een uur verder. Ja, want Rodi heeft even wat voor moeders gedaan. Die PC heeft gedaan. En die andere. Ja, nou ja. Ja, nee, ik zeg ook die. Dat is een laptop. Ja, PC. Laptop. Yep. En die eronder ook goed. Ja. En ik ga jullie zometeen wat anders vertellen. Dat ga ik zometeen misschien in de auto doen. Yep. Dus er wil iemand mij inleuzen. Mag je hier ook wel hoor? Ja, maar dan met is even voor mij een beetje rustige man. Dus ja, wij gaan er van tussen. Wilt u nog wat zeggen tegen de kinderen? Sorry dat ik niet gevolgd heb vandaag. Ik had er echt geen zin in. Lekker laat uit mijn bed. Ik zit nog lekker ook in mijn pyjama. En dat doe ik anders nooit dan enkel wanneer ik ziek ben. Jullie weten, ik zit wel eens in huispak, maar ik zit nou nog in mijn pyjama. Maar ja, maakt allemaal niet uit. Komt allemaal wel weer goed. Daarom, precies. Nou, wij gaan er van tussen. Ja, we zitten nu bij mijn grote vriend. Ja, dat was het. Ik heb lekker dit. Wat heb jij? Broodje. Ik heb een lekproeven. Ik heb een lekproeven. Ja. Lekker groot, hè? Ja, wel. Behoorlijk smaak. Ja. Wel lekker, hè? €7,50, maar iets van 9 euro of zo. We zitten dus nou bij, bij Maas. Ja, maar dat is wel niet bij Royal Pyramide. Oh ja, kijk. Ja, wij doen het ook. Ja. Ja, als je het wil halen, dan mag je wel eens een kop zetten. Ja, einde. Dat was het. Dus kom je precies om 7 uur of zoiets. Ja, je moet het opstellen. Ja, als je bent bijna, moet je even een belletje, dan ga ik het gelijk naar de markt. Anders wordt het zelf niet op z'n hoofd. Zie je? Oké, ik ga straks. Ik maak eventjes een reclame voor je, Maas. En via mijn vlog. Dus wil je wat lekkers bestellen bij deze zaak? Ik zou zeggen, vooral even doen. Toch, schat? Mm-hmm. Oh ja, dat. Mm-hmm. Dat dacht ik. Ik ga nu ook even eten. We lopen dus nu weer richting de auto. Maar we zien een hele mooie auto. Is dat een Milka-auto? Ja, ik denk het. Een Milka-auto, ja. Hij is heel gaaf. Hij is heel leuk. Ja, ik wilde jullie nog eigenlijk gewoon heel graag bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vind je deze vlog nog leuk? Ik zou zeggen, doe vooral een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Laat een leuke reactie achter en doe het belletje aan. Want dan blijf je zeker op de hoogte. En dan zou ik zeggen, dankjewel. En tot morgen. Doei.